Stichting Kinderopvang Nederland, oftewel SCON Kinderopvang in Vught, is verantwoordelijk voor een aantal kindercentra als de Blauwe Merel, de Blauwe Mus, etc. Deze kindercentra besloten zich sterk te maken voor paaspakketten voor de Voedselbank Vught. Dus werden er deze dagen spullen ingezameld op het Molenijnplein en in de Marktveldpassage. Na de kerstpakketten van de Vincentius in Vught, nu dus ook paaspakketten. Ja, we zijn hier op Marktveldpassage omdat er natuurlijk heel veel mensen hier in de Albert Heijn boodschappen komen doen. En wij hebben een actie en dat is de actie Kinderen kunnen alles. Dat is onze nieuwe merkencampagne van SCON Kinderopvang. En daarmee willen wij eigenlijk laten zien dat kinderen echt alles kunnen. En wij ouderen, wij volwassenen... Ja, kinderen kunnen toch niet alles? Kinderen kunnen echt alles. Nou, kinderen kunnen in ieder geval meer dan wij als volwassenen vaak denken. En wij willen heel graag dat kinderen meedenken met ons. En dat kinderen initiatief ontwikkelen, dat ze creativiteit kunnen uiten. En dat ze op onze buitenschoolse opvang en op onze kinderdagverblijven ja, echt hun ding kunnen doen. En ontspannen kunnen ontwikkelen, eigenlijk is dat het. En nou ja, we hebben ze daarin betrokken door de voedselcampagne op te zetten. Dus de paasactie. En we hebben met de kinderen bedacht dat we de voedselbank gaan voorzien van voedselpakketten. Dus we hebben met de kinderen samen hebben we ja, boksen, kratten, dozen gemaakt, geschilderd, getekend, beplakt. En daarin gaan we het voedsel verzamelen om de mensen van de voedselbank in Vught ja, toch een beetje extra te geven met Pasen. En daarmee dragen de kinderen een steentje bij aan de buurt. Na de kerstpakketten krijgen we nu de paaspakketten voor de voedselbank in Vught. Ja, precies. Precies, dat is een beetje het idee. Ja. Maar die kinderen zijn hier niet, want dat is een bewuste keuze. Dat is een bewuste keuze, ja. Wij willen als SCON, wij voeren de campagne. En ja, we gaan niet de kinderen direct betrekken bij, kijk eens, dit zijn onze kinderen en dit gaan wij doen. We willen onze kinderen niet inzetten als marketing tool. We willen echt dit allemaal opzetten samen met de kinderen. Dus op de achtergrond hebben de kinderen heel veel gedaan. Hè, wat de kinderen bijvoorbeeld ook doen is een briefje schrijven, een kaart schrijven, een tekening maken voor in het voedselpakket. Hè, om net een beetje die mensen die dan met Pasen dat voedselpakket ontvangen, om ze net even ook een warm hart toe te dragen. Dus op de achtergrond zijn de kinderen eigenlijk heel involved. Ja. Hebben jullie een doelstelling? Ja, we hebben met Kinderen kunnen alles of als SCON. Of... Ja, gewoon met de paaspakketten. Hoeveel was de bedoeling? Wat hebben jullie een doelstelling? 10, 50, 100, meer? Nou, zoveel mogelijk. We willen eigenlijk echt zoveel mogelijk. Zodat, is het voor het eerst dat jullie dit doen met zo'n dergelijke paasactie? Nou, we hebben het wel eerder gedaan. Alleen nu gaan we het echt hebben het opgebouwd samen met de kinderen. En we zullen het ook overhandigen aan de heer Brekelmans op 25 maart. Op een van onze locaties, op de Blauwe Mus. De Brekelmans is vooral de voorzitter van de Vincentiusvereniging in Vught en daardoor mede verantwoordelijk voor de Voedselbank Vught. Ja, precies, precies. En we willen dan wel samen met de kinderen hem de pakketten overhandigen, hè, omdat dat een heel feestelijk moment is. En dat is ook al iets waar de kinderen naar uitkijken. Die zijn natuurlijk ook heel benieuwd hoeveel we met z'n allen hebben ingezameld. En die gaan natuurlijk de heer Breken ons even heel tof vertellen. Dames, mag ik even een polletje geven? Voeltje mag altijd. Ja, we zijn een paasactie hebben opgestart. In ieder geval de kinderen van SCON Kinderopvang wilden paaspakketten maken voor de voedselbank. Okay. Dus we zijn wat voedsel aan het inzamelen. Ja. Oh, ja. Dus mocht je toevallig boodschappen doen en je hebt een zakje chips over, een zakje rijst. Helemaal goed. Ja. Dan mag je dat in de kratten. Ja, dankjewel. Dan ga ik nog naar Albert Heijn terug. Nou, ja. Bedankt voor jullie tijd. Super. Kunnen proberen mensen voedsel uit de tas te praten, mag ik het zo zeggen? Nou, uit de tas te praten in die zin, we proberen mensen bewust te maken van het feit. Je zult er voedsel nodig hebben voor die pakketten te vullen. Precies, dat hebben we nodig. En we proberen ze dus ook bewust te maken dat een kleine bijdrage, zoals een pak koekjes of een blikje soep, dat bij kan dragen aan zo'n voedselpakket. En dat je er iemand gewoon ontzettend blij mee kan maken. Ja. Jullie hebben al afgelopen vrijdag een vergelijkbare actie gevoerd bij de NT. Wat was het resultaat daarvan? We hadden twee ongelooflijk volle karren. Dus het resultaat was echt verbluffend. Dat was tot tevredenheid? Dat was echt, ja, we waren daar echt tevreden over. Het was heel mooi hoe mensen ook reageerden. En je ziet ook, zelfs in deze tijd willen mensen echt bijdragen. En ook in combinatie met de kinderen natuurlijk. Heel veel ouders die hebben zelf kinderen of... En dat maakt het natuurlijk ook dat er een grote draagvlak is. Zeker als wordt gezegd, hè, we doen dit echt samen met de kinderen. Ja, dat is fantastisch hoe mensen reageren. Ik zou zeggen, doe je best, want ik ben benieuwd hoe het resultaat hier vandaag is in de Marktveldpassage tegenover Albert Heijn. Ja, ik ben ook heel benieuwd. We gaan ons best doen. Dan gaan wij voedselpakketten maken. Ja. En die gaan naar mensen toe die het net wat minder hebben als ik zelf in ieder geval. Okay. Dus mocht de boodschappen doen en nu heeft nog een kleinigheidje over.
Ja, je kunt denken aan iets wat lang houdbaar is. Soep of chips of zakje snoep. We kijken als we erin gaan, want ik was eigenlijk niet nee. Van. Maar, zal ik wel? Wilt u volgens mij niet dat ik er niet voor over heb, maar ik als snap ik het helemaal. Naar binnen ga, dan koop ik dat. Dit is ook geen moed, hè? Het mag, hè? Het mag.